We hebben vandaag bezoek van Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum en de voorzitter van de Veiligheidsregio. En van René Stumpel, de directeur publieke gezondheid, de directeur van de GGD. Zij maken een ronde langs alle zorginstellingen in de hele Gooi-en-Verstreek om iedereen die hier werkt een hart onder de riem te steken. En we bezoeken vandaag de radiologie, CBSL en de spoedeis en hulp. Ik ben Tamara Semel. Ik ben werkzaam op de afdeling radiologie als laborant. En net tijdens het gesprek met de directeur van de GGD en de burgemeester hebben Paulien, mijn collega, en ik verteld hoe wij als afdeling de eerste en nu ook de tweede golf ervaren hebben. Eerste golf, alles nog vrij nieuw. En nadenken bij alles wat je moet doen. Hebben we veel de diensten met z'n tweeën gedaan. Nu de tweede golf gaat de gewone zorg ook door. Dat maakt het voor ons ook weer extra druk in verband met de gewone patiënten die we krijgen, maar ook toch nog veel COVID-patiënten. Maar dat doen we met z'n allen heel erg goed. Mijn naam is Ali Olsebedi. Ik ben een van de artsen microbiologen hier. We hebben met veel genoegen vandaag de burgemeester van Hilversum ontvangen en de directeur van het GGD. Ze hebben een rondje gedaan hier op onze afdeling microbiologie. En met name natuurlijk naar de afdeling moleculaire unit. Waarin we een beetje uitleg gekregen hoe het werkt, wat voor apparaten wij gebruiken. En hoe draaien wij de testen en om hoeveel testen gaat per dag. Ik ben Annelies, verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Ze zijn net hier ook langs geweest, wat voor ons een mooie kans is om uit te leggen hoe wij werken in coronatijd. De eerste golf is geweest waarin we druk hebben gehad en de tussentijd is het hier eigenlijk nooit anders geweest. En nu in de tweede golf merken we dat de druk nog wat hoger ligt, omdat we nu en de coronapatiënten en de reguliere zorg hebben. Ik ben heel blij om zo door het ziekenhuis ontvangen te worden, rondgeleid te worden. De GGD en het ziekenhuis hebben al een jarenlange traditie van intensieve samenwerking. Maar als je dan ter plekke komt en ziet hoe het ook hier echt vorm krijgt op de verschillende afdelingen, ben ik gewoon heel erg onder de indruk. En ik wens het ziekenhuis heel veel sterkte in de komende periode ook weer. En ik ga uit van de samenwerking zoals we die dus al jaren kennen. Ja, het is heel interessant om het verhalen van de mensen zelf te horen. We zijn op het spoedeisende hulp geweest, we zijn op de radiologieafdeling geweest en nu bij het testencentrum. En ja, ik ben weer onder de indruk van de wijze waarop de mensen betrokkenheid hebben. En ja, fantastisch eigenlijk om te zien. En dus dank voor de gastvrijheid.